Okay, here we go, chicken. Boys. 6 days. Heb je random grids en dan tuff op 1 en koos op 2? Lekker hoor. Ja, maar dat klopt op zich wel, dus. Holy shit. Ja, gas! Ja. Wauw, precies een dag. Oh mijn god. Echt, hij gaat gewoon naar rechts. In één keer vanuit het niets. Daar gaat de eerste. Oh-oh. Ik moet wel remmen. Ja hoor, en ik krijg een penalty. Je raakt iemand bij. En ik krijg een fucking penalty. En ook 2 seconden ook. Niet zo zuinig. Als ik heel eerlijk mag zijn. Ik kreeg een 2 seconden penalty. Ik zat vlak achter hem. Maar op de rechtstuk krijg je hem ook nog eens. Dus dat valt me heel zwaar. Ja, de race is gewoon. Ja, ik verdruk de bal. Terwijl Tuff als ik verremde ons volledig bij bocht 1. Wat is 4 keer nodig dat de retro komt? We zijn heel vroeg naar binnen. Een smash. Installeer nog even de game wel. Ja, goed. Kunnen we daarna nog even wat sprintraces doen of zo?
En Mabel is gecrashed. Nou, net niet. Ik heb nog Ja, ik zag een gele vlag. Dat is een spinnetje. Ah, oké. Ja, dat is wel een lastig stuk daar. Dankjewel, dankjewel voor de reset. Appreciate it, my dude. Goedenavond. Ja, gruwelijk ook nog eens, ja. Jezus. Dankjewel, man. Maar hij is nog nooit zo stil geweest tijdens de race. Ik ben nog nooit zo lastig geweest. Ik ga eens naar de 8 volgens mij. Binsberg heeft er wel eentje uitgekozen om te debuteren, zeg.
Ja, voor Power Fusion. Dat is lekker. Wow. Pas op, reden links. Ah, man. Ja, kut, boy. Ah, mijn auto kapot. Ik had even niet de controle over de auto. Nee, dat zag ik. Maar ja, ik moest er ergens langs, links ja, of rechts, precies. Maar beide kon niet. Ja, ongeveer een uurtje rijden we altijd. Heb jij beschadiging, Mad Boy? Nee, helemaal niks. Ja, ik had het wel. Nee, ik had het wel, maar het is helemaal weg. Ineens. Dat is wel vreemd. Ja, ik had linker of rechter voorwiel en voor aero was helemaal een tyfus, maar. Ik dus in één keer helemaal. Wat zeg je? Ik had het net ook met mijn bumper, die was net ook stuk. Het is ook ineens niet meer. Misschien is dat een setting of zo, dat hij. Ja, misschien is dat omdat we hem op. Op light hebben staan nu. Ja. Ik heb nog even tijdelijk in te draaien. Misschien één ronde of zo. Dat hij daarna. Weer hersteld. Nee, het was nog binnen de ronde. Daarom baalde ik ook. Kut, ik moet nu veel eerder naar binnen dan dat ik had gepland. Van de game is nu toch beter dan die update? Ja, zeker weten. De fuckery hebben ze wel eruit gehaald, maar het is nog niet helemaal goed. We rijden met de Ferrari even achter die Buto.
effects beleden. Wat ben je aan het doen? Ik ben er net ook al van me, dus het raadje me ook al. Ja, je rijdt zo langzaam, ik denk van what the fuck. Ja. Ik zou wel echt veel benzine. Ja, dat zei ik toch? Ja, maar je kan aan de rechterkant kan je de lap zien. Bij mijn rondetijden, dan zie je welke lap het is. En daar is thuis, waarom doe je die mee? Domme. Bepaal je helemaal zelf. Iemand gaat naar de swapband? Ik heb wel lef. Wat dat? Wat jij ooit weer uit is. Zo slecht door Ascari? Nee, de laatste tijd niet, Jiminy. Nou, vooral Ascari uitgaan is pittig. Ja. Ja, daarom doe ik hem ook heel voorzichtig.
We hebben de eerste opgegeven. Winsberg is eruit. Ah, hij zegt het ook in de chat. Ja, zonde man. Het is ook wel een, inderdaad een race om mee te debatteren, zeg. Betekent in ieder geval bij GT Sport, laat ik het zo zeggen, dat een harde beuk niet er gelijk voor zorgt dat je, maar nog maar 3 km per uur gaat, zeg maar. Oké. Dat hadden we nu wel, bijvoorbeeld.
in de buurt en die wordt bij Matthijs. Ik vind dit zo baar beweren, ik zeg. Dat is mijn auto in ieder geval. Hele stabiele auto. Tegenstelling tot deze. Deze is minder stabiel. Of de GT3 van. Hoe had je deze eigen kaart gekozen, Koos? Ik vond hem gewoon heel erg mooi. Ah, oké. Okay. Niet om zijn rijkunst in ieder geval. Ja, het is wel een mooie auto. En heel eerlijk, als je deze weet te finishen, deze auto, ben je denk ik toch wel een beetje trots. DRS bij Matthijs. Maar mag ik nooit je gaan bij de fiets? Ik heb het te laat. Ja, ik zag het inderdaad. Ben je nog aan de band of niet? Ja. Ik ga nog op de medium. Kut aan ze. Jezus.
gebeurt. Een elimination race, jongens. Ja. Ik ben de laatste, maar ik zit al zesde. Ik ben ook even ja, ik wil het zeggen, het zijn goede punten. Ik snap niet waarom je stopt. Het zijn echt goede punten verder. Sportbanden? Dude, je hebt geen racebanden gekocht? Maar dan nog, waren wel goede punten geweest. Maakt het echt een stuk fijner. Echt ja, je houdt tenminste een beetje uit. Ja. Mediaband gaat hier op zich ook nog wel, hoor. Nou, na 4 rondes niet meer, hoor. Als je op engine mode... Oh, ik had er wel 6-7 mee, zeg maar. En als je dan engine mode 1 rijdt, ja, dan kan je daar wel een goede stint mee doen. Ja. Vier rondjes moet ik wel door de koe van Grande te rijden. Hey, oh, Jesus! Ja, kom op, man. Ik kan daar... Ah. Ja. Matthijs, het liefst mag overstuur, maar slingert over rechts naar links. En ik klap eraf. Ja, dat is niet... En ik heb weer een penalty, man! Wat een gelul! Nogmaals, ik ben het fucking slachtoffer! In de fucking grimbak ook.
mij te wachten. Dat was eerlijk. Zeg je? Dat was mijn spot, dat was eerlijk, want F is van Pilla. Ja, ik heb sowieso nog penalty. Ja, ik ook. 3 seconden. Wacht ook even bij. Hey, wacht even bij ook. Doe gewoon restart. Maar het is niet jouw schuld. Maar weet je, die game registreert zo raar. Ja, als je eenmaal één keer de vangrail raakt, heb je meteen de andere hand erbij. Ja, maar volgens mij raakt hij niet eens de vangrail. Het is wel echt geluk dat die schade niet permanent is de hele tijd. De game zit echt vol met bugs. Ook niet een beetje, die sport is zo goed in elkaar zitten. Veel plezier, Mike. Is dat eigenlijk heel goed. Maar met de groep 3 auto's die we normaal hebben is het echt veel makkelijker hoor. Dus maak je verder geen zorgen. Die vliegen niet zo hard van de baan en dan kan je gewoon door dit soort bochten vol gas gaan. Met je niet de Ferrari pakt. Ja, maar zelfs met die Ferrari GT3 zou je hier nog vol gas kunnen gaan. Kan die met deze remschijven. Die auto's. Volgens mij heeft deze niet eens een remschijf, joh. Nee, dit is nog een trommelrem. Ja, hij trekt ook helemaal naar rechts als je hard de remmen trapt. Ja. Die moeten er eigenlijk vanavond voor de filmpje. Netjes getimed met je benzine. Ik? Ja, met je 1%. Ja, sick. Ja. Easy. Ja, je moet op wat, hè? Ja, was die crash van net natuurlijk.
uitgerekend. Ah, maar daar baalde ik wel van, man. Ik was net je gewoon aan het inhalen, weet je wel. Ik ging daar nog lekker vol gas. Ik had een bepaalde techniek waarmee ik hem enigszins goed kan nemen daar. Maar ja, ik belandde ook nog eens in de grimbak. Dan blijf je gewoon 12 seconden staan of zo, weet je wel. Omhoog. Huh? Ik lanceer de lucht in net. Lanceerde de lucht in? Ja, er lag zo'n weg. Die hoeken staan bij die slalom stukken. Die lag op de weg. Een boja? Ik reed er tegenaan en ik vlog omhoog. Ja. Ik wist niet dat je er overheen ook kon. Oh, je wilt die broodjes? Ja, die oranje hele hoog gekurpt. Ja, die. Ja, daar vlieg je wel, ja. Die lag op de weg? Ja, die moet er in principe vastzitten. Waar was dit? Middelweg. De tweede bocht. Waar je zo'n slalom eromheen. Oh, ik weet welke je bedoelt, ja. Die staan om de shortcut af te schermen. Ja, precies. Ja, die. Ja, die zitten volgens mij vol met water. En nu niet meer hoor, die zijn nu lekker als een mandje, denk ik. Zie je ook moeilijk op de weg, die dingen? Ja, hij ligt mij op de weg. Ja, bij mij ligt hij in die grindbak. Volgens mij ligt hij mij al nog de eerste ronde of zo. Ja, tweede ronde dan. Ja, dat zou goed kunnen, want we zijn allemaal redelijk ingetrapt.
kan nog bij Matthijs. Dus de seconde per rondje wil ik goed maken. Moet benzine besparen, we staan al twee keer. Zeg je? Ja, ik moet benzine besparen, we staan al twee keer pitten in plaats van één keer. Ah, oké. Je deed het wel zuivel. Ja, toch?
Ja, dat is ook allemaal aan. Dankjewel voor je recept, jongen. Puntje toch? Ja, zeker. Lekker tuf. Al 4 jaar, jongens, tering. Hoeveel laps zitten jullie? 28. Oh. Dat is maar één verschil. Mowgli, kan ik langs? Mowgli? 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 Oh my god. Now? dit zijn dure seconden. Godverdomme. Ik heb een blauwe vlag.
No, thanks, hier komt dat guy. Even snel vlak voor de race in elkaar geplant. Overduidelijk waar die hier geïnspireerd op is natuurlijk, maar...
Space Rocket gaat voor punten. Thijs, hoezo ben je naar binnen dan? Dat is geen benzine meer. Je was toch juist aan het besparen? Ja, maar niet genoeg. Ik kwam één rondje te kort. Heb je het verkeerd berekend? Ja, ik ben op die minuut één ronde te vroeg naar binnen toe. Ja, ik wou zeggen, voor je één keertje vond ik je opvallend vroeg naar binnen gaan inderdaad, ja, want we waren vrij gelijk de hele tijd. Mijn bandje was een beetje. Ja, dat zag je ook wel. Ik leef gewoon bijna best binnen met die bandjes. Maar je gaat nu nog even voor mijn snelste ronde. Hopen ze. Ja, die wilde ik al pakken, man. Ik zit nu wel in de officiële video straks, dus maar dat is wel weer een voordeel, toch? Ook wel waard. Ik heb wel niet zo. Smart mesh. Ik ben zo blij als die race voorbij is. Echt niet normaal. Ik ben nog niet voor de race. Gewoon een hele grote fucking blik Monster drinken. Oef. Ik wilde letterlijk mijn laatste pitstop, Matthijs. Ik wilde er binnen gaan. En niet mijn banden wisselen. Ja, zodat ik 4 seconden kon besparen op je. Ja, dan had ik de eerste stint gedaan, zeg maar. Ah! Had ik ook één keer doorgereden. Ja, het scheelt 4 seconden. Aan het einde van de laatste paar rondjes dat ik wel een beetje op waren. Boom! Yes! Ah! Ja. 1 uur 9 minuten 10 seconden. Oeh! Oh, en nu ga ik heel snel naar de wc, jongens. Net wel omgebracht.